Jan-Martin van Rees, wethouder verantwoordelijk voor het terrassenbeleid in Almelo. U heeft een brief geschreven aan de Raad. Kunt u vertellen waar die brief over gaat? De brief gaat over het feit dat wij het nieuw terrassenbeleid gaan ontwikkelen. En in afwachting daarvan hebben wij het huidige terrassenbeleid on hold gezet. En daar gaat de brief over. Ja, dat klopt. Maar goed, de hele Raad geeft aan, laat nou de situatie zoals die is. Pas hem aan op het moment dat je terrassenbeleid hebt aangepast, dat het opnieuw is door de Raad is vastgesteld in overleggen met de betrokkenen. Want op dit moment is alle terrassen die er staan zijn veilig. Je kunt er fatsoenlijk langs heen. Je kunt op dat moment ook de ondernemers weer de mogelijkheden geven om gewoon goed te kunnen ondernemen. En het geeft natuurlijk ook een bepaalde sfeer in de stad. Ja, bijvoorbeeld bij het Amaliaplein zien wij dat er een neiging bestaat om de terrassen steeds verder te laten groeien. Waardoor de openbare ruimte steeds meer gevuld raakt. Waardoor je moeilijker met hulpdiensten bij het Amaliaplein kan komen. En dat kan consequenties hebben voor de veiligheid. Als we op dit moment het gedoogbeleid van toen nu ook door blijven gedogen, terwijl het afstand van 1,5 meter niet nodig is, dan geven we gratis u en mijn ruimte weg. Dat is het. Niks meer en niks minder. Bent u van plan om een motie vreemd in te dienen? Ik zal u vertellen dat die motie vreemd nu al reeds is rondgegaan in de Raad. Dat ik die samen met de PVV-fractie en Democraten.nu ga indienen volgende week. Die ligt al bij de mensen op de mail. Wat houdt die motie vreemd precies in? Laat de terrassen zoals ze nu zijn. Verander dat niet. Maak een nieuw terrassenbeleid met de ondernemers die daar ook belangstelling voor hebben. Om daarin mee te denken. En ga dan kijken of het zo kan blijven. Of misschien wel uitgebreid kan worden. Dan komt er misschien een motie vreemd. Om een en ander te handhaven zoals het nu is. Wat verwacht u van die motie? Als wij moeten handhaven zoals het nu is, dan is het zeg maar na coronatijd. Hè? Dus het zijn al met gekrompen terrassen. Dus ik denk dat die motie een oproep gaat doen om nog grotere terrassen toe te staan. En ik denk dat het antwoord van het college zou zijn dat wij dat niet doen zolang er nog geen nieuw beleid is vastgesteld. Als ik goed beluister, steunt hij de motie vreemd niet die eraan zit te komen? Ik ga een flink debat voeren, denk ik, met collega's die het mogelijke motie vreemd gaan indienen. Dat denk ik wel, ja. Welke steun verwacht u van de gemeenteraad voor deze motie vreemd? Nou, ik verwacht, en zoals de geziene discussie, en die heeft u vanavond ook mee kunnen kijken, dat een ruime meerderheid voor dit beleid, of voor deze motie zullen instemmen en dat het een ruime meerderheid gaat krijgen. Ik geniet ook van mijn terrassen in Almelo. Hoe groter, hoe beter, hoe leuker. Deal. Maar wij zijn hier niet om onduidelijkheid te creëren. Wij moeten een beleid creëren waarin het terrassenbeleid hopelijk nog 10 jaar, 20 jaar goed kan voortzetten in Almelo. Ook voor jou. Ook voor mij, voor iedereen. Gelijke monniken, gelijke kappen. Gelijke monniken, gelijke kappen. Kortom, wordt vervolgd? Wordt vervolgd. Volgende week in de Raad zal de motie worden, naar mijn verwachting, ruim worden aangenomen. En dat betekent dat het college weer terug kan naar de tekentafel. Dank u wel. Alsjeblieft.